En onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van de 121ste psalm, het tweede vers. Als voorzang noem ik u psalm 121 vers 2. Hij is al, treft u het felst verdriet, u wachten die u voedt. Voor wankelen behoedt hij Israëls wachten, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken, Psalm 121 vers 2.
beleidenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De woorden van het apostolicum. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 130. Een lied Amalot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht en Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters, op de morgen de wachters op de morgen. Israël hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Trachten wij nu het dierbaar en heilig aangezicht des Heeren te zoeken in gebed. Heere, gij soeverein en almachtig opperwezen, die ons hier in de weg van uw voorziene bestel en die goddelijke beschikking nog hier gebracht heeft, waar het toch is naar uw instelling, Heere, dat er nog een dag zal wezen onder de dagen, welke toegewijd is aan de dienst des Heeren, en waarin gij nog een rustdag doet genieten, waarin een mens nog mag stilhouden van zijn werken en zich schikken voor uw alziend oog. En wanneer we dan tezamen in de opgang tot dit bedehuis hier gekomen zijn, weet gij wel wat er staat en wat de toestand van ons leven is op reis naar de eeuwigheid. Daarbij in het bestaan dat gij ons nog vergund en gegeven hebt in dit leven, ons nog brengt op de arbeidplaats van uw dierbaar getuigenis, mijn ochtend hangt het er ook af, dat gij met uw tegenwoordigheid daar zal weer wezen. Want het is niet als een vanzelfsprekende zaak, Heere, wanneer wij ons schikken, dat gij met de werkingen, met de invloed en met de zuiverheid van dat dierbare woord in het getuigenis, dat gij onder ons nog verleend zal wezen, maar wanneer gij ons overgaaft naar de dwaling, zoals die allerwegen wel geschiet, toch dan waren dat recht en billig. En wanneer gij ons, Heere, naar het gemoed zou laten dwalen, och, dan moet het wel bekend worden, dat zelfs wanneer de dichter dat komt te uiten, Heere, dat hij als een schaap gedwaald heeft in het rond, hoe hij daarvan opgegeven hebt dat hij in de getuigenissen Gods wel zijn raadslieden gaat het, maar dat hij in een ogenblik van onbedachtzaamheid niet anders dan dwalen kan. En wanneer hij dan daarvan de schuld zou moeten beleven, zouden wij het ook moeten beleven, Heere. Want wanneer wij in zulke gemoed en zulke ongesteldheid zijn,
waarin we in de blindheid van ons bestaan voortleven in de duisternis die ons bevangen heeft. En in de doodslaaf waarmee we gelegen zijn op het vlakken van het veld, dan zou het wel een wonder wezen. Als we die opgang tot uw huis, Heere, van u door de adem des geestes en de levendmakende kracht hebben bevonden om het te bekennen, dat we in de mogelijkheid van het bestaan en in de kennis der onwetendheid de smart ervan gevoelen wat het is om mens te zijn op reis naar de eeuwigheid. Want wanneer we een moeitevol lichaam hebben om te dragen dat onderhevig is aan zwakheid, zo hebben we er geen erg in dat we een ziel opdragen voor de nooit eindigende eeuwigheid. En waar we als met jongeren en met ouderen te samen zijn, geldt het evenzeer voor die jonge mensen. Dat we als een bloem zijn op het veld en dat wij wel sierlijk pronken kunnen, zoals dat wel aangegeven is van de profeet. Wanneer hij zegt, het is al het vlees is als gras. En dat wanneer ze opstaan tegen u, Sion, dat Babels grote macht, in alle dreiging ter doding toe, Heere, is uitgegaan om zijn zwaard te worden, om uw Sion te doorsteken en het volkje Gods van deze wereld te vervechten doen. O Heere, dan is alles wat er tegenop staat slechts vlees. En wanneer gij als de banier daarover gesteld hebben door de Heilige Geest, een eetadem en als een wind des eten oosters doet heengaan, uit het oosten, dan zal ze versmelten als in één ogenblik. Zoals het voor ons wel zou kunnen geweten worden, wanneer we in uren van beproeving onze harten zien aanmächtig gemaakt worden en zien versmelten. Op het vlakken van het veld, in het staan en in het volle leven. O, tot het bezwijkens toe zouden vergaan. En Heere, nu weten wij gij wel dat wij daarvan geen wetenschap hebben. Want we zijn ziende blind en we zijn horende doof, ook wanneer het gezien wordt. Dat er zoveel roepstemmen en die roepstemmen gehoord zijnde aan ons. Wel zoveel indrukken zouden moeten geven dat we zouden zoeken in ernst uw aangezicht. Met smeking en gewenen, het wordt van ons niet gehoord, Heer. Want we zijn dood voor de dood en we zijn dood voor het leven. We gaan zomaar voort, zo kommeloos omtrent onze ziel. Om onze reis voor te zetten naar de eeuwigheid. Waar we straks zullen opgeroepen worden voor de daden welke wij hebben bedreven in onze opstand tegen u, de Heere. Welke ons gekroond hebt met het beeld Gods in ons bondshoofd Adam toen we daar gestaan hebben. In die gelukzalige gesteldheid waar we gewandeld hebben in de gemeenschap. Met die God, Heere, die dan in al zijn goedheid en of heeft gemaakt daarin die zichzelf verlustigen in God. En Heere, nu hebben wij zulke daden van ongeloof en ondankbaarheid, liefdeloosheid mede uitgevoerd. Dat we met Adam zijn opgestaan tegen u, omdat we meer wilden wezen dan dat we waren. We hadden genoeg aan hetgeen wat gij geboden hebt. En gij hebt het onmogelijke niet geboden en doet dat nog niet. Want gij zegt niet dat wij de bergen in onze hand nemen. En dat wij de heuvelen als in een weegschaal wegen. En dat we de hemel met een span zouden meten. En we zouden, Heere, ook de zin des Heeren niet hoeven te kennen. Maar gij komt, o God, naar uw beeld te vragen. En nog nu is onze afkomst wel hoog, maar nou is onze staat diep. Nu liggen we daar ten eer en zijn in de hoogmoed gevallen en we weten het niet. O, nu zijn we tot verdervens toe bezwijkende. Want wanneer we onbekeerd moeten sterven, ach, dan hoeven we niet in het ongewisse te wezen. Dat we in die bodemloze kuil zullen wegzinken en we geloven het niet, Heere. Wat zou er enigszins daarvan de kennis zijn, ach, dan zouden we sidderen voor uw aangezicht. Dan zou over die verbogenheid en voor die toren toch te vrezen. En heb gij dan ook niet gezegd door mond van uw knecht. Wie kent de sterkte in uw torens nadat gij te vrezen zijt? Wanneer die vraag moet gesteld worden, dan is het wel dat wij die niet kennen, die toren, en daarom vrezen we niet. En daarom vrezen we niet hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En welk aan de aanspraak plaats uw heiligheid ons nogthans gedoogt. O, zou gij dan toch een oog willen geven? Ja, dat wij daar neerliggen in de hand van de moordenaars gevallen, beroofd en naakt en ontdaan van al die goede gaven,
zoals het van u al gezegd is in die gelijkenis van die man die afging van Jeruzalem in de hand van de moordenaars gevallen is. En dat hij daar half dood ten neer ligt, niet omdat wij half dood zijn, Heer. Maar we zijn nog wel levende in die geestelijke dood, wel dood. Maar we leven nog in de tijd en we zijn nog niet in die eeuwige dood. O, in dat opzicht zijn we half dood, Heer, maar we weten het niet dat we dood zijn. Gelijk als het getuigenis het wel geeft van de apostel Paulus. Wanneer hij zegt dood te zijn in de zonden en in de misdaden. En we nemen het voor kennisgeving aan, heren. O, het zou toch zo'n wonder wezen als er mogen zijn. Waarvan gelden mocht u daarmee de levend gemaakt dat hij dood was. En we hebben hier nog met een weinig getal gezeten. Aan de dis des verbonds, en heer, och. Al zou het nou naar een bewijs zijn dat we hier gezeten zouden zijn. O, dan zou het nog wel kunnen dat wij in het bestaan van het bedrog. Waar we ook leugenaars zijn in de godsdienstige zaken, dat we een grote vergissing hebben gemaakt. Maar het zou toch wel een wonder wezen, heren, als het zo mag wezen dat gij er nog een, of dat gij nog meerder onder het getal des volks hebt, dat gij levend gemaakt hebt door de krachtige bediening van uw dierbare God. En dat gij hem opgezocht, heren, dat hij reddeloos en hulpeloos verloren ligt. Wat zou zulk een leviet voorbij komen en zou de priester voortgaan? Dan zouden zij geen barmhartigheid kunnen bieden, dan zouden ze geen olie op de wonden kunnen geven. O, van de wet is geen rechtvaardigheid te verwachten. Er zou nooit uit de werken der wet iemand kunnen gerechtvaardigd worden. Maar naar de geestelijke zin en naar de uitgestrektheid ervan, och Heere, dan laat ze ons. Voor wat Jezus al nadat wat is afgebeeld in die gelijkenis. Alleen maar de vloek over ons leven heen gehaald zijnde, ons kunnen treffen tot in eeuwigheid. O, zal die vloekende wet, Heer, ons de pijn en de smart van het godsgemis maar doen gevoelen. Want al degene die niet blijft wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O, die ligt onder die vloekstraat, die ligt er neer. O, mogen toch onze harten en onze levens er eens onder komen te bukkelen. Dat het nou alleen maar vrije, soevereine genade is. Dat we die helaas zij de zonden, heren, geen kleed meer hebben tot bedekking. En dat er geen verbinding meer kan plaatsvinden en dat er geen genieting is die vreugde. Welke van uw kinderen wel gekend wordt, maar bij die ogenblikken. O, voor de tijd wel moet gezegd worden dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. O, als gij dan in dit leven nog zulke ademtocht kwam te geven. Zoals we hier onder dit woord en de getuigenis nog hebben nedergezeten. O, alleen alles wat we hebben te zien, heren, van onszelf niet anders dan onverbeterlijk zijn. En alleen maar kunnen verderven, heren, hetgeen wat met de reinheid van uw heiligdom is. O, dan zullen wij met de schandvlekken van onze natuur alleen maar alles kunnen bederven door hoog op te geven van onszelf. En in die eigen gerechtigheid nog die vijf boombladeren te zoeken. Om nog voor die schande waarmee we schandelijk zijn voor u. O, nog zoeken te bestaan wanneer gij komt te roepen. O, zou gij toch nog dan ons van deze willen ontdoen. Maar niet willen onbeleden, onbloot laten van zulke zaligmakende kennis. Van die zielenbruidegom der mensen, kinderen, de gezegende Godzoon. Ja, die van de hemel gekomen is uit de schoot zijns vaders. Waar hij de vermaking heeft gehad met de mensen, kinderen. En dat hij reizende hemel is gevonden om te vinden degene die daar te lichten heeft. O, door uw opzoekende zondags liefde en dat het vrije van uw welbehagen. In ontferming en gunst op uw kerk, uw uitverkoren kerk neer te zien. Gelijk hij ze van eeuwigheid kent en in de tijd komt te bezoeken. En dat hij in de weg van plaatsmaking, heren, o, de smart van de zonde doet gevoelen. Maar o, uw liefde doet genieten wanneer gij komt, Heere, ons in die omhelzing der liefde zo op te rapen uit het stof in die ellendigheid van die dood. En waar de stem, Heere, van u mag klinken, waar niemand heeft medelijden met haar. Waar ze in de mogelijkheid van het bestaan stervende, stervende is. Met zout niet gewreven en met water niet gewassen. En met linnen niet bekleed, Heere, gedoemd om eeuwig weg te zinken van u worden opgeraapt. Door het woord der waarheid, het gepredikte woord,
O, de kennis van Christus mocht verkrijgen, waar hij in zich aan de ziel kon te openbaren en waar hij van u is weggeschonken, omdat gij hem in deze wegen, Heere, komt te verzorgen en dat gij voorspoedig rijdt op het woord uw waarheid, om zelfs een buit uit de hel weg te brengen en dat op die plaats waar gij een herberg gesticht hebt en waar gij die zegelen van uw genade ook bij de bevestiging van die tekenen van brood en wijn in hun harten door de nacht overen vanwege uw liefde, die uitnemende liefde kwam te vertroosten, en dat gij ze aan de herberg hier kwam over te geven, die knechten, die nog in de waarheid mogen bedienen, en dat gij een oud en een nieuw testament gegeven hebt, waarvan het oude Heer het met eenstemmigheid met het nieuwe, door het bloed van de testamentmaker is verzegeld, hetgeen wat tot in eeuwigheid is te verwachten, en dat gij de mede-erfgenamen in Christus Jezus, bij dat bloed en bij dat woord, zoals gij dat hebt gegeven, Heere, o in de hand van uw dienaars om het recht te snijden, en de bezuinig aan de mond te heffen en nog te prediken, naar het hart van Jeruzalem, dat ze betroost, troost, mijn volk zal u lieve God zeggen, o dat ze mag verkondigd worden dat alle ongerechtigheid vergeven zijn. En dat gij, Heere, in die valleien van Sarum, die roos, o, die zielsbeminnelijke borg, gestalte doet geven in de prediking van het woord. Omdat wij het zien van al dat wat hier op deze aarde is, op een ondergaande wereld met al zijn zorgen, met al zijn verdriet. O, het oog zou mogen gevestigd worden op die vlakte van Sarum, waar gij, o, in dat bloed lijden en sterven, o, dat gij in de schoonheid uw heerlijkheid en in de diepte der dalen toch uw kerk komt te bemoedigen en komt te vertroosten en dat gij ze niet verstoken laat. Om door de woorden uw beloften is en ook voor haar te zeggen dat de heerlijkheid van Christus te haren is en dat de rechtvaardigheid van Christus geschonken is. Omdat u de gerechtigheid uit mij wezen zal en dat gij zo in die volmaakte borg van Heze door die zielsverenigende genade en zaligmakende geloof een plant mag worden met de gelijkmaking van zijn dood, ook uit die dood van waarin ze verzonken is, mede opstaan mag met Christus in dat nieuwe leven en die nieuwe gehoorzaamheid. En dat zo in die gerechtigheid de heerlijkheid Gods is, die als de glans op Sion gelegd is, en dat zij in hun leven en door genade o, zouden mogen zien dat gij wel ze staan tussen de doornen, en dat gij ze van het medelijden gelijkvormen doet zijn aan zijn lijden. O, dat ze schoon is in uw ogen en dat er ogen is, als eigen ogen om te zien, scherp te zien, en na te speuren of er in dit woord de ontdekkingen van die borg en van die middelaren nog mag worden gevonden. En och, is het dan niet als omzwerven in de woestijn gelijk in treurduif, die wat de vleugels heeft gekregen om te ontvlieden aan die rover, die gehaat erover. O, maar die in de eenzaamheid soms staat en neerzit, treurende ze gelijk als een duif menigmaal treurt, wanneer haar liefde van haar is geweken. O, mogen we dan nog een liefdesgeweld ook vinden in het midden van ons, dat er nog onder ons zouden mogen zijn die de troon der genade bestormen, dat om u te mogen verkrijgen dat gij u niet verbidden, om u nog eens te tonen in uw heerlijkheid en in die graveerselen van heil en zaligheid. En dat gij ons nog eens kwam te brengen, Heere, waarin die panden in de betekenende zaak, o, het hart en het leven komt te voeden, gelijk als gij gezegd hebt dat gij die liefste van uw kerk is als een appelboom onder de bomen des wouds, waarin die neerbuigende takken, Heere, voor een die te meten zit, van u wordt toegereikt van die zoete en aangename vruchten, waar de woorden des eeuwige levens zijn kracht niet missen, om uw kerk op te wekken in deze staat, waarin ze zo menigmaal verzonken is en te verkwikken, met die aangename liefdesvruchten, o, zoals ze daar dan van uitspreken, maar versterk mij met die flessen, ondersteun door mij mee, o God, met zulke appelen, waarin de geur van hun bezwijkend gemoed komt op te weuren, op de reuk van het veld waarmee u komt, o, uit de hemel genaakt in het midden van de ziel,
door een uitgestorte olie van uw naam in het hart, o de vreugde doet beleven van zulke gemeenschap. O, we zoeken daar wel in de woorden, en het wel getracht ook in dit morgenuur. Om u te mogen ontdekken, o Heere, laat gij dan toon op u is tolgen. En wanneer dan het zielsverdriet, en in het kwijnen van het geestelijke leven, en wanneer de donker op het hart ligt en de donkerheid wordt gezien, en waar dat deksel op ons hart is, komt om toch eens weg te nemen. O, gij het beweensel des aangezichts nog eens wegnemen. Zou gij die knopen nog eens willen ontbinden? Zou gij nog eens raad willen geven aan radelozen? Zou gij nog eens de ellendigen willen opzoeken en zou gij ze nog eens ellendig willen maken? O, die nog nooit ellendig zijn geweest, en waar wij de eigen gerechtigheid, o, bij onszelf bekeerde mens geworden zijn, dat gij door de ontdekkende genade ons nog eens kwam te ontgronden, en dat gij ons kwam te ontbloten, Heer, in het licht van uw heiligheid. Wat zouden we meer ontdekking hebben aangaande uw wezen, aangaande uw heiligheid en heerlijkheid, waarmede gij God zijt en deze wereld regeert. O, dan zouden wij ook ontdekking krijgen aangaande onze nietigheid. O, hoe durft ons zulke potscherf als wij zijn, tegen haar maker op te staan. O, maak ons toch kneedbaar. Geef ons toch een indruk van wie gij zijt, omdat we in de verlegenheid van het gemoed niet in geveinsd zijn. O, maar in oprechtheid, leeg is leeg, Heere, donker is donker voor die kerk. Het is er of het is er niet, Heere. Ah, zou gij er dan toch nog eens in mee willen komen? Zou gij die hemel toch nog eens willen scheuren? En als onze ongerechtigheden ons wegvoeren, gelijk een bad en onze eigen gerechtigheid zijn, als een onreinige en een maanstondelijk kleed, o, een wegwerpelijke leed, o, Heere, wil gij dan in die schoonheid van die liefde en die enige gerechtigheid ons een hoop toestellen? En wil gij onze harten nog vertroosten met die overkomst? O, geef nog eens een bedelaar een volk in het midden van ons, dat het ons zo allerwege wordt gezien. Ook in dit deel uw wijgaard zal het niet ontgaan. O, hoe droevig dat het gesteld is met ons mensenkinderen. En hoe bang dat de tijden zijn die we beleven. O, houd uw hand dan niet stil in het midden ook van haar, die hier nog gesteld zijn onder, ja, de prediking en de bediening des woords, welke zijn opgekomen op degenen die achtergebleven zijn, die nog bij de gezinnen achtergebleven zijn of vanwege een ouderdom. O, zou gij die dan al geen tijd of plaats gebonden is, zou gij dan nog willen komen, o God? Laat het dan nog zien dat er nog een erfbeeldje is, waar de glans van Sion is verdonkerd en de overgeblevenen weinig, waar de meeste van uw huisraad al is in de hemel. O, wat zou toch groot wezen als we er hier, bij het zitten onder uw woord en ook bij het zien van de dis, ja, en ook voor de aangezetenen, maar misschien ook voor die, ja, die hier in de banken gezeten hebben met een wenend hart, die niet durven ontkennen, Heere, dat hun hart daar gelegen is, dat ze wel zouden wensen er nog eens een recht toe te krijgen, maar hier alles hebben wat ze tegen hebben, om voor u te kunnen bekennen dat het goed is, Heere. O, zou er dan in het hart niet alleen vanwege dat gij vermaakt hebt aan uw kerk en in het pand gegeven hebt, om ze nog te bemoedigen en te vertroosten in de strijdwerk van dit leven, o, in de heilige des harten het zielsverlangen mogen kennen, dat gij o wederkomt, gelijk gij zegt. O, alles wat er nog meer van nodig is, Heere, wat gij in het toereiken gegeven hebt tot uw bedienaars, dat zal ik u geven wanneer gij wederkomt, wanneer ik wederkomen zal. O, wanneer dan uw knechten zullen blinken als sterren en in heerlijkheid zullen verrijzen, waar een glans zal worden verloren in de glans uw heerlijkheid, van die zonne de gerechtigheid. O, dat het lonende arbeid in de vergelding wezen zal, in die eeuwige gelukzaligheid in te gaan, gelijk gij het gezegd hebt. Komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërf het koninkrijk. Dat we zo voor dat strijdende volk, o, de verlangen der ziel in het land van hun vreemdelingschap zodanig wezen mocht, dat zij wel wenste met een apostel ontbonden te zijn, en met Christus te zijn. Want het leven is hun Christus, en het sterven is hun gewin.
Dat ze roepen, o, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam deze stem? Waar zij dan al reeds de strijd te boven zijn die gij als scherven gebonden hebt en gebracht hebt in uw schuur, o welke die oost van zielen komt in te zamelen bij het geruis van die wind, die in de toppen der hallen mijn heren hebt laten horen, dat gij erin kwam te werken en dat gij erin door kwam te werken, en dat gij ze nederwaarts wortelende rijpe vrucht in de weg van sterven gevonden hebt, om in die heerlijkmaking van uw ogen een doorgaande heiligheid te ontvangen. Wij ze hier een beginsel van die heiligheid hebben gekregen, deze volmaaktelijk zullen hebben wanneer ze van dit lichaam, deze doods is ontdaan. O, mogen dan in de gedachte, wanneer gij komt, onze wolken des hemels het wel gewenst worden, door de Heilige Geest, kom haastiglijk, o, wanneer gij in uw oordelen gericht en nou reeds voordoet gaan, dat de stem nog van de vriend van de bruidegom uitgaat, en dat er een gezegde bruidegom komt, ook bij de dis, des vervolgens, o, dat we daar niet in verlegenheid zouden raken, wanneer we wel van de draad als aan de wijze gelijk zijn, nochtans niet aan hen gelijk zijn, omdat we gemisten die nieuwe geboorte, om mogen dan wanneer dit verwacht wordt, ons hart ertoe opgewekt worden, om u ernstig te zoeken en ernstig te vrezen, eer dat het te laat is, ontferm u dan nog in erbarmen, gedenk constant toch om Christus wil, o lucht gij het bloed der verzoening, zoals dat nog mag worden verkondigd, nog bestrijken aan het hart, als de posten op de deuren, dat wanneer die verderfengel voorbij gaat en de grote slag zal doen in mannelijkheid en in goddelijke kracht, ook ons Nederland dat zo tot in de hemel toe verhoogd is geworden, vanwege dat werk wat gij aan hem hebt verricht, maar tot de hel toe dreigt weder gestoten te worden, en daarom vraagt bij dag en bij nacht gezien de ongerechtigheid, dat gij u ermee komt af te maken, en dat gij ze weg komt te stormen voor uw aangezicht, wil gij dan nog onder het oordeel nog toebrengen? We hebben nog kinderen, er zijn er van onze nakomelingen, er zijn er nog die uit onze lenden geboren zijn, heren, en werken nog onbekeerd leven. O, het zal onze natuurlijke liefde niet wezen, die weet onze kinderen op te dragen voor uw aangezicht. Het zal alleen in die wegen, waarmee gij ze zelf gepest heeft, heren, door uw Heilige Geest, door dat dierbare woord der waarheid, o, het zal door datzelfde woord, het zal door diezelfde kracht zijn, het zal door diezelfde genade zijn, als we onze kinderen nog eens mochten opdragen, misschien zijn er wel wenende harten in het midden van ons, die gedenken aan hun kinderen, o, die aan geen God en geen godsdienst meer doen, en die geen Bijbel meer lezen, en die met de gemeene hoop deze wereld zich hebben vermengd, en die zich uitleven op straten, heggen en sterren. O, zou gij ze toch nog komen terug te halen? Zou gij ze nog willen brengen, niet alleen onder het woord? Want dan kunnen we hier als jonge mensen nog wel zitten, maar moeten zeggen nog aan de wereld gelijk. Vreemd van het werk Gods, o, even ongelukkig te wezen. Wil gij dan toch deze jonge mensen dan ook, hoewel het beter is onder uw woord te zijn, en al zouden we dan moeten sterven dat het beter is te sterven, dan in de wereld te sterven, maar het zou nooit kunnen, heren. O, misschien zijn er wel, die zeggen, heer, al moet ik dan hier sterven, al zei ik hier dan in uw huis, o, al moet ik op de dorp op mijn hoofd neerleggen, waar gij die grote slag komt te slaan, dan is het nog goed, maar wend uw aangezicht toch tot ons, omdat uw gunst en uw genade zou mogen worden gekend. Voor die jonge mensen hier, maar kon het zijn ook voor die in de wereld zwerven, of die onder de valse leer opgaan, waar niet meer eerlijk gehandeld wordt, o, met hun staat voor de eeuwigheid. Ere, kom dan nog, o, wil gij nog een nalezing onder ze houden, wil gij uw woord nog vervullen, gelijk gij het gezegd hebt, dat gij ten uiteinde, wanneer de genoden het niet waardig zijn, dat gij tot de heggen en tot de stegen de delen der wereld. O, zullen een ongerechtige man of vrouw, jongen of meisje nog komt uit te halen, zegen dan toch uw woord, laat het heerschappij hebben aan deze plaats, de leraar die hier nog mocht wonen,
En wie hier al voor een tijd is het tot herder gesteld, en wie nog in hun midden mag uit en ingaan, met al zijn moeite, met al zijn zwakheden, ondersteun hen dan bij het klimmen der jaren, in de opgang naar de nederigheid. O Heere, dat mag toch wel eens naar getuigd wezen. Ja, dat mag er nog eens het merk van uw werk in gezien geweest zijn. Dat kan er nooit geen roem zijn uit het vlees. Maar alleen in uw God kwam hem dan nog te ondersteunen. O ongelukkige gemeente, wanneer hij zijn woord wel heeft in het midden gelegd, en dat zij zich niet hebben bekeerd, ongelukkig als deze gemeente wezen zou, o, als het er tegenop zou kunnen staan, Heer, ook zoals de Heer, dat volk murmureerde in de woestijn, en de Heilige Geest ook bij deze smatten is aangedaan, dat gij uw leraars hebt gezonden, maar dat de woorden niet zijn geloofd, dat de stenen zijn opgenomen gelijk als de Heer, door Jeruzalem en uiteindelijk, o, die de profeten heeft gedood, de zoon heeft neergeslagen, omdat hij de erfgenamen is. O, wee onze, wanneer we zo voortleven, wanneer we nog in onze onbekeerdheid verder reizen, o, wanneer het als een reuze des levens en ten dode gesteld is, in het midden van dit volk, mogen dan het gestrooide woord der waarheid ook in zijn hand. O, met droefheid menigmaal, heren, wat ze gaan over die akker van deze wereld heen, waar ze wenend, Heere, voortgaan, gezien de staat en de toestand der mensenkinderen, het ongeluk waarin ze gelegen zijn, o, wanneer ze nog ogen hebben, om tussen het voorhangsel en tussen het altaar te weten, o, zouden ze dan nog onder ons midden nog mogen blijven, en zouden ze in verschillende verbanden op datzelfde werk de hand nemen, om lijf uit te roepen hetgeen wat tot onze vrede dient. Ondersteun ons ook dan in deze avond, dat de veelheid der werkzaamheden ons menigmaal tot bezwijkens toe lijken ons te brengen, en dat voortdurend de dood wordt aangezegd, en de duisternissen bekend zijn. Mag er nog een volk mede zuchten, o, laat het nog weer klank hebben in de bergen, laat er nog een volkje zijn, heren, want het ploegen op die rotsen, dat is dan zulke moeilijk werk. Maar wanneer gij het hart nog ontvankelijk maakt, oh, dan zou het nog eens kunnen wezen dat het uitdelen gemakkelijk mocht zijn. Ontferm u dan nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Wensen te zingen. Van de 130ste psalm, de eerste drie versen. Psalm 130, vers 1, uit diepte van ellende. U roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Tweede, zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En het derde, ik blijf den Heeren verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, voor angst en zorgen, wacht sterker op den Heeren dan wacht ons op de morgen. De morgen, ach, wanneer. De eerste drie versen van Psalm 130, terwijl dat er gecollecteerd wordt. Thank you.
ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Willen er op letten. Wanneer de ziel verwacht. Wat de omstandigheden van die ziel zijn. Dat lezen wij. In het eerste vers, uit een diepte roep ik tot u. En vervolgens wat de ziel bekent. En dat is in het derde vers en ook het vierde. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal dan bestaan? Dat is een bekentenis. En ook dat er bij hem vergeving is. En vervolgens, zoals we dat lezen in dit vers en de navolgende, de zielsverwachting. Verwacht een Heere. Dus de zielsomstandigheden, de zielsbekentenis en de zielsverwachting. Lieve. Deze man is aan de staat van zijn ziel en de omstandigheden wel bekend. En dat is de vraag of dat ook wel bij ons zo is. Weten wij wel dat wij een ziel hebben? We hebben als jong mens over deze wereld gegaan en hebben naar de tijd geleefd. En we hebben dat vlees in de begeerlijkheden verzorgd. En we hebben nooit er erg in gehad dat we een ziel hadden voor die eeuwigheid. En daarom hebben wij er wel erg in dat wij een onsterfelijke ziel hebben voor die eeuwigheid. En wanneer dan het getuigenis van dat dierbare woord hier bij de mond van de dichter spreekt over zijn ziel. En dat hij zegt dat die zielsomstandigheden in de diepte is. Dan zouden wij er moeten op letten dat wij in een ziel hebben. En dan zouden wij ook moeten weten dat wij in die diepte zijn. En wanneer dan de woorden wel zijn uitgesproken dat de mens verzonken is in de zonde. En in ongerechtigheid in een eindeloze diepte. Zo zullen wij het wel moeten weten. Wat dan die diepte voor ons betekenen zou. Want wanneer wij uit die hoge staat van geluk. Waar we met ziel en lichaam hebben gestaan voor het aangezicht van God voortleven. Dat wil dan niet zeggen dat dat zo is als hier bij de dichter. Zoals hij in die zielsbuiging voor het aangezicht der Heere verwacht. O, wat zal het dan toch groot wezen dat we de ellendigheid van onze onsterfelijke ziel zouden kennen voor die nooit eindigende eeuwigheid. En wanneer het dan de omstandigheden bevraagt dat het zou zeggen. Ach, hoe bent gij daar nou toch in geraakt, dichter? Waar gij toch van die diepte nu komt op te geven dat gij in zulke benauwdheid roept. Och, is het dan voor ons niet nodig dat wij zelf ook bepaald worden om toch te weten wat toch die diepte is? Want wanneer wij in de armoede van ons bestaan proberen de diepte aan te geven, dan zouden we wel een mede voorbeeld kunnen noemen van de verloren zoon. O, wanneer hij in zijn omzwerving op deze aarde zijn geluk heeft doorgebracht, zoals we net hebben gezegd, om de begeerlijkheden van zijn vlees heeft te dienen. En waar hij de vader de nek en de rug heeft toegekeerd om ze goed door te brengen in deze wereld. O, naar het vermaak van deze wereld, dan komt hij in een diepte terecht, waarin de armoede van zijn gebrek leidend bestaan de dood voor de ogen krijgt. Hebben wij dan de dood wel eens voor de ogen gekregen? Heb je wel eens gezien in het belang van je onsterfelijke ziel, o, dat er een God is in de hemel die de aarde richten zal, maar die ook je ziel en je lichaam richten zal? Heb je dan wel eens in dit leven gebrek geleden om op je knieën te buigen voor het aangezicht van die God en te roepen om de reddende genade opdat jij die verloren staat van je onsterfelijke ziel, waarin je met de ganse wereld verzonken ligt in ellendigheid, maar je nooit hebt geweten. Dat zeggen Gods kinderen wel eens, dat hebben onze ellendigheid nog meer te betekenen.
Want dat is onze meerdere ellende, dat we onwetendheid van die ellende hebben. En dat het wel bij een belijdenis zou kunnen gegeven worden dat we zeggen, och dominee, om misschien tot je vader of tegen je moeder, het staat er niet best voor met deze wereld, maar dat is toch de ellendigheid niet. O nee, ik ben God kwijt, ik ben zonder God in deze wereld en ik heb met God te doen in het leven. En dat zegt een dichter, dat zegt al zijn volk bij bevinding, maar dat zegt ons woord wanneer het niet bij bevinding is. Daarom komt in deze woorden een ernstige aandrang op uw leven uit om toch te zeggen, wat is toch de staat van je onsterfelijke ziel, kinderen, jonge mensen. O, wat zou betekenen wanneer ik in die diepe duikuil van de dood, wanneer ze komt, een grenzeloze diepte zou vinden, waarin mijn ziel eeuwig de smart van de vlam van de toorn God zal lijden. O, is dan die diepte niet genoeg om te leren dat ik van God moet worden opgezocht? En is er in die diepte dan niet te leren om te zeggen dat er wel een verwachting van de hemel mocht wezen om uit die jammerkolen van ellendigheid verlost te worden en met de Heere verzoend te worden? Wanneer dan in je eigen leven zou de vraag stellen en je komt erachter, ik heb een onsterfelijke ziel te verliezen voor die eeuwigheid en je hebt er nooit erg in gehad, dan komt er een volgende diepte naar voren. En dan is de geestelijke duisternis en de onwetendheid van de weg des levens. O, zijn er dan wel die mensenkinderen die ontdekt met de woorden van deze psalm, en dichter moeten bekennen dat het dan noodzakelijk is dat er licht is te verwachten in mijn ziel. En je zou zeggen, oh, misschien is er wel door het woord, de waarheid en het evangelie, de prediking, een licht in uw midden ontstoken, maar je staat overal buiten. Och, je hebt daar enkele disgenoten gezien en als het goed is, dan is dat Godvrezend volk geweest. Maar je hebt hier in de kerkbanken, heb je te neergezeten en je hebt het alles aangezien. En je gaat het gewicht van je ziel opwegen tegen de eeuwigheid. En je ziet dat dan van het brood moet worden genomen op het vlees van Christus. O, dat gebroken is om dat te smaken dat de Heer een goede tieren is. En dat hij in die plaats bekleden de borg, de Heer Jezus Christus, een zaligmaker besteld heeft voor het al de uitverkorenen. En je ogen die zijn ervoor open gegaan dat je ziel rampzalig is. En dat je reddeloos verloren bent, je hebt een licht voor gekregen om de duisternis te zien, maar het geeft je geen vreugde, maar het geeft je zielensmaak. O, je komt er neer te liggen en je bent ellendig en je wil bekeerd worden, maar je weet niet hoe. In die diepte de zierde niet veel verzinken. O, nee, die hoort niet veel van die stemmen in het midden meer van ons. We zien wel de zelfgenoegzaamheid van mensen die godsdienstig zijn, maar je hoort niet dat ze in de diepte zijn, maar als God in het leven komt te werken, mensen, dan gaat het niet naar de hoogte toe. O, dan is het geblaas van de klaroenen, van de bezuin, is het niet zo dat mensen in de nederigheid komen te wandelen, maar dat hij in de diepte te neerkomt, omdat het zwaard van dat dierbare woord Gods om een slag in je leven komt te vellen, waar de diepte wordt gekend en waar je zegt, dan zal ik er ooit uitkomen, tenzij dat er een woord zal worden gesproken dat des levens is. O, wanneer dan in het leven een woord zou mogen gesproken worden dat des levens is, dan ga je in dit leven, ga je onderzoeken en dan ga je de mensen eens na. En dan zou het een wonder zijn als er een is die bij die ellendigheid bepaald is en dat er ook in de omstandigheden geraakt zoals een dichter komt op te geven en dat hij van de duisternis enige gevoelen krijgt en dat hij in zijn ellendigheid voortgaat, wenend misschien in smart. Dat zijn er niet veel, maar er zijn er nog minder, die in die diepte nog niet diep genoeg zijn afgedaald. O, die in de overtuiging van dat ellendig is, misschien dat de woorden van de dichter mee opzeggen, en dat hij zegt, oh, ik wil dat roepen, en ik zeg, oh mens, wanneer ik in de gebeden voor God zo zou uit mogen komen om de omstandigheden van mijn ziel op te dragen voor de levende God, oh, dan is het nog niet zo gauw buiten hoop. Je moet eens denken dat de profeet het al gezegd heeft, u lieden zegt en weigert te zeggen, het is buiten hoop. Er zijn allemaal mensen nog die wel een weinig hoop hebben in de ellendigheid van de nood die nog bespreekbaar is. Zijn er niet veel hoor, zijn er niet veel.
Want wanneer wij horen van nood en ellendigheid, dan betreft het vaak de oppervlakkige dingen waarin wij onszelf zien tekort gedaan en ook wel wel diepere dingen. En die wil ik niet onderschatten. Wanneer je dan ziet en ook hoort hoe er dan mensen voor de poorten van de eeuwigheid liggen. En dat er dan mensen zijn die die voor hun ziel, voor de eeuwigheid aangetast zijn in hun lichaam. En waar zij tot kwijnens toe het vlees van de botten zien afvallen. En waar de dood hen komt tegemoet en hun aan komt te grijzen. En waar dan de dood zodan een donkere nacht komt aan te geven van de eeuwigheid. Waar geen hoop is te bieden. En waar ik dan nogthans de hoop zal koesten tot het met mij wel goed zal komen. En niet zal zeggen, oh ik zal het nooit zeggen, het is buiten hoop. En als nou de Heer in de weg van die diepte een ziel komt te onderwijzen, moet het daar van ons niet ooit eens losgelaten worden. Wil dat in die dis des verbonds nu niet betekent en verzegeld worden. Te steunen en te leunen op een arm om het in het wezen des geloofs. O, al mijn betrouwen op een ander te stellen. Ja, die het leven en die de zaligheid is in het midden van de dood. En die het licht is in het midden van de duisternis. En die in de bres gestaan heeft waarin de greep van de dood in zijn kracht mijn ziel aangrijpt. Om me weg te sleuren in die eeuwigheid waar ik in eeuwigheid zou moeten treuren. Omdat ik me niet bekeerd heb op het oor der waarheid. Er zijn er veel mensen in het midden van ons die zijn te vroeg bekeerd. Die hebben enigszins misschien wel ellendigheid besproken. Maar die zijn te vroeg bekeerd. Oh, het is als een morgenwolk opgekomen. Ze hebben wat. En ze zijn in bezit. En ze nemen Christus aan. En ze eigen zich toe. Zonder dat ze ooit zijn afgesneden van die oude wortel. Wat is er dan toch voor nodig om in die diepte radeloos, reddeloos en hopeloos geval te worden nog? Dan zou je zeggen, bij de woorden van deze dichter in beproevingen geraakt, gaat het wel verder in het onderwijs. Waar deze man van God gezegend is, kom aan te geven om ons te leren. O, welke ontzaggelijke diepte er toch aangegeven wordt. Wanneer ik tegen God heb gezondigd, want wat zegt hij? O, het zijn dan de ongerechtigheid. Er is dan de zonde die de afgrijzelijkheid van mijn verloren staat komen uit te maken. En daarmee bedoelen we niet dat ik straks verloren ga. En zal zeker wezen hoor. Je hoeft er echt niet over te bedenken wat het zou betekenen als je zo onbekeerd en onherschapen de eeuwigheid aandoet waar je dan zou wezen. O, schrokken we er maar eens van, dan wijst ons een grenzeloze eeuwigheid van een helse smart in toren aan, dat we niet zullen ontvieden het toekomende verderf. Nog nooit van geschrokken, nog nooit overwegen. Wanneer je het huwelijk wil aangaan, wanneer je getrouwd bent en je ziet dan die kindertjes, die schare kindertjes om je heen zitten. En je bent als ouder met die sierlijke kroon van de grijsheid, van het leven doorgegaan met al zijn moeite. En je zegt, oh, ik mag nog zulke gezegende leeftijd bereiken. Ik ben 80 jaar geworden en ik hoop nog 90 te worden en 100. Oh, wat zal het toch wat wezen als ik toch zo met al die schuld moet sterven. O, heb je er dan nog nooit voor geschrokken? Heb je dan nog nooit in die diepte gebogen? Heb je dan nooit met de dichter gezien dat er een jammerkolk die ellende is? Waarvan ik niet kan zeggen wat het betekent en wat de dichter dan met woorden komt uit te drukken. Maar wat ik nou zielbevindelijk door genade zou moeten beleven wat het betekent. O, dat is niet omdat ik straks verloren ga. Dat is niet omdat ik straks eeuwig in die nacht gekweld word door een helse macht. Waar ik het oor aan geleend heeft om mij na te volgen en weigeren deze Christus in zijn liefde te beminnen. En dat bloed en verzoening tot mijn troost te benodigen en dat ik een vergeving van zonde verkrijgen zou. Nee, ik ben lichtelijk voortgegaan. Ik ben lichtelijk en gemakkelijk door dit leven heen gegaan. Ik heb die diepte niet gezocht, maar ik heb de hoogte gezocht waarin ik roemd in die Christus die ik niet ken. Als we zo dan in die nabetrachting, je zou wel zeggen, wat is dat toch een vreemde nabetrachting? Nee. Want wanneer ik dan deze woorden zie als van een kind van God, en ik zou bedenken dat er hier dan 2 of 3 aan deze dis, het mij erbij 4 gezeten hebben.
En je gaat aan je eigen leven eens na, je gaat er eens over denken en je komt van die dis des verbonds af en je komt. En je gaat aan je eigen leven eens na, je gaat er eens over denken en je komt van die dis des verbonds af en je komt. Met deze dichte tegelijk in een kolk waarvan je zegt, och, zal er ooit nog wel uitkomen. Zou je dan kunnen geloven dat een nabetrachting en een dankzegging op het heilig avondmaal lief is voor God, wanneer je daar te reurend en wenend in het stof bent neergezonken en zegt, och, ik vrees dat ik mijn oordeel gegeten heb. Dat ik wil zeggen dat in het liefde betoog van goedgunstigheid van uw tafel is aangericht om de dood des Heren te gedenken. En dat de uitgang van mijn hart in liefde tot genegenheid, ja tot die vierde bruidegom moet zijn. En dat ik hier aan deze tafel en voor deze tafel naar de wellingen van mijn gemoed, o al de zonde die u komt aan te geven dichter, ja in mijn hart moet opwellen. En dat ik moet zeggen, o, dat ik nog verdragen word voor het heilig aangezicht van God. En dat ik van die lieve meester en koning, waarvan ik wel getuigenis moet opgeven. En in die liefde, door die liefdesgenade wel zou moeten spreken van zijn heerlijkheid en van zijn, of van zijn bloed en van zijn offer en van zijn genade en van zijn verrijzenis en van zijn rechtvaardigheid en van zijn opgaan in de hemel en het zitten aan de rechterhand Gods. Maar oh, het is alles zo donker, het is alles zo toegesloten. Hoe menigmaal is er niet een kind van God in voorleden tijden, wanneer zij van de dis des verbond met de zelfveroordelingen, met de grote bestrijding van die dis afgekomen. Worden zij het hoofd, hebben zij gevolgen in de kerk, zijn uitgegaan. En als zij in de nabetrachting wel dat woord hebben gehoord van die dichter uit een 130 psalm. En dan moet zeggen, och, het is niet loofd. Nee, oh, het is klacht. Het is diepte, het is ellendigheid. We weten het hier niet hoor, dat was voor ons nog wel een beetje ongelukkig om te weten wie zij er maar schotten van weten, mensen. En als ze daar voor hun bed op hun knieën gekomen zijn en zeggen, oh God, ik heb tegen u gezonden. Waar anderen misschien hier aan de dis niet gekomen zijn en blijven gezeten, omdat zij zich niet durven te bezondigen aan de tekenen van wijn, vrezen hun eigen hart. Omdat hun diepte van hun hart is aangegeven in die jammerkolken die hier van binnen opbellen. Och, die niet voor de mensen, maar voor God aan het treuren gekomen zijn. En die zeggen, o God, nou moet van dag tot dag en van week tot week moet ik verder zondigen. En nou is daar van het bloed der verzoening opgegeven, dat de vergeving der zonden om niet uit vrije genade is. En dat uit ongunstigheid van de Almachtige en de levende God. Maar ik kan voor u niet bestaan, want ik zie al mijn leed in mijn smart vanwege de zonde en vanwege de ongerechtigheid, waar ik niet zie wat rein is en alles ziet wat onrein is. Maakt dat dan de diepte voor je uit, dichter van deze psalm? Wanneer je zegt, o dat de dood je heeft aangegrepen, banden des doods omvangen en omknellen u. Dat is wat anders dan in de vrijheid der kinderen Gods gesteld te zijn. O, het wordt weinig gehoord, maar waarin die, in het hart waarin ze toch ook in dat leven leven mag, en waar ze in de bestrijding daar voortgaat, Psalm 116 zegt het dan ook, waar de angst der hel mij alle troost deed missen, ik heb de toevlucht genomen tot een tafel. Ik heb gezeten op leven en dood hier voor u, maar och, het is niet geweken. Die banden des doods hebben mij ontvangen. Kan dat dan een nabetrachting zijn? Kan dat dan een dankzegging zijn? Kan er een gebroken hart, waar het hart ontstoken is in smart, omdat de ketenen van de hel zijn aangelacht, om de angsten der hel, om in onovertroffen kracht mij te doen, over een blind voorgaan en als tastende aan de land, en waar ik zoek en waar ik verwacht, en heren, maar ik heb hem niet gevonden, waar ik heb gezocht, o, naar zijn woord, om dat woord te horen, maar ik heb het niet gevonden. Dan zie ik de gedachte, in een nabetrachting zie ik dan een kind Gods, en och, soms durf ik laatst niet meer over te preken. En soms durf ik het haast niet meer te zeggen, want dan denk ik, wat zijn nou toch die kinderen Gods?
Oh, wie zijn nou toch die kinderen Gods? En wat moet ik nou getuigen van die kinderen Gods in onze tijd? Oh, wat we toch zulke bange dagen beleven. Oh, omdat er zo weinig meer van die diepte en ellende wordt gevonden. Omdat er geen kennis van God het eeuwige wezen is. En omdat er geen kennis van Christus is. En omdat er geen kennis is van mijzelf. En daarom wordt er niet getreurd. Dan is er met alles wat ik opgeef aan woorden geen smaak en geen geur in, wanneer het hart niet weent en wanneer het hart niet rust. We hebben het hier gezien, maar het gaat niet om die mensen, moest. Maar er zijn van de vaderen die hebben gezegd, oh, zal dat oog, zal dat niet anders dan ontstoken moeten zijn in de boetvaardigheid en in de verootmoediging voor zijn aangezicht. Wanneer die kennis van God hen in beweging gebracht heeft en de heerschappij van het woord hun zielen heeft verootmoedigd en waar ze in eerbiedige vrezen de gang hebben gemaakt of in eerbiedige vrezen zijn achtergebleven in de bank, o waar hun hart wenende gevonden wordt, want bele beken delen je als in overstromen, het ziet op het zwaarte, het ziet op het gewicht, het ziet op de diepe ellendigheid waarin Gods kerk o, zo menigmaal bewogen is. We willen van deze omstandigheden nog iets anders zeggen. Hoewel dat die beker van Belial hun stem schijnt te smoren, en hoewel dat de beker van Belial hun als een vloed opgot, en waar de zonden uit die wellingen des harten, uit dat vlees, een verdorvenheid opgeeft waarvoor de woorden te zeggen is, want er is maar één volk dat eronder lijdt, dat is Gods volk. Er is geen mens op deze aarde die over de zonde één traan lacht, wel over de gevolgen der zonde. Er is geen mens op deze aarde die vanwege de zonde de smart in zijn ziel gevoelt dan alleen dat volkje Gods. O, er zijn veel tranen te schreien, er zijn veel stemmen te horen, maar er is er geen één bij die over de zonde weent, dan alleen bij Gods volk. En weet je wat nou die stem is? Die stem, dat is als een stem des gebeds. En wanneer ik hier in deze woorden dan zoek wat er met die kerk aan de hand is, omtrent uw omstandigheden der ziel. O, dan zou ik wensen dat er in het midden van ons het gebed gevonden werd om, Heere, ontdek mij toch aan mijn ellende staat. O, dat ik u zou mogen kennen in genade. O, dat ik u zou mogen vrezen in uw liefde. Dat ik u zou mogen beminnen in wat gij zijt. Naar gij, o, dat gij God zijt in uw vergevende liefde om mijn zonde weg te doen voor uw aangezicht. Want ik kan voor u niet bestaan, maar ik hoor het niet onder de mensen. Hoewel het de wensen is dat het gebeurt. Er wordt wel gebeden. En weet je wat die gebeden dus zegt en aangeeft? Dat geeft de zuchting van de ziel aan. Wanneer de mens in zijn hartstocht op deze wereld, dan geeft het aan waar het naar uitgaat. Dat geeft de zucht van zijn leven aan, dat geeft het verlangen van zijn hart aan. Daar zucht hij naar, naar geld of naar schoonheid, naar bezittingen, naar naam en naar eer. Daar zucht hij naar. Maar hier hoor ik wat anders. Hier is de zucht van zijn gebed naar den Heere, mijn ziel verwacht, den Heer. En dan kon het gebed, ik kon opreizen, maar ik zie hier in deze nood, o kinderen Gods, o waar Sion, zie hier, dat in het gebed een trap en een mater is, die alleen in de diepte van de ellende wordt gevonden, naarmate dat ik in die ellende ben, en naarmate dat ik in die diepte geraak, en waar ik in de diepte al dieper wegzing, dan wordt het gebed, ja, tot een roepen, dat is een tweede trap van die gebeden, ja, die uit de zucht van een kind van God, door de genade, door de Heilige Geest, in die diepte waarin hij gebracht wordt, want ik wil die diepte niet, maar in die diepte, daar is Gods hoogte in, waarin hij zelf, door dat wat hij werkt, over wil komen, om zijn gunst en genade in de verlegenheid van het woord, wanneer hij de Heere verwacht, om niet onbeantwoord te laten. De dood grijpt hem aan, daar komt het erop aan. En dan grijpt de ziel, die grijpt de stroalmen van het leven aan. Nee, hier doet de dichter, die grijpt,
Ja, wat grijpt hij aan? Niks. Hij heeft geen hand. Hij zit in die put. Hij is in het grondeloze, modderige water. Daar ligt hij te neer. Hij klimt er niet uit. Hij gelooft er niet uit. Hij bidt zich er niet uit. Maar hij bidt wel. En dan moet hij liggen waar hij ligt. En dan blijft hij daar waar hij blijft. En uitkomen kan hij niet. Maar het stem kan niet worden gesmoord. Is hij roepen tot God, want uit die diepte roept de ziel. Dat is de zucht van de ziel. Die roept tot God. Oh, wat moet dat toch in de hemel wel niet gehoord worden, dat er roepen zijn aan de troon der genade. En wat wil dan die hogere trap van die stem zeggen, waarin de diepte groter wordt, want denk erom niet gering over mensen, wat het toch zal wezen om in die diepte te komen. Oh, dan wordt de roep sterker, wanneer mijn ondergang meer beslist is. Net als iemand kan zeggen, als jongen of als meisje, moeder, help mij. Oh, wanneer hij in die diepte daar te neer ligt en je ziet hem daar bloedend op straat vanwege een ongeval. En dan roept die moeder, help mij, maar moeder kan niet helpen. En hoe meer dat de pijn er is, als ze zijn er weggestorven op schepen, waar niemand kon helpen, waar de roep sterker werd, totdat het bloed uit het lichaam uitging en de stem wel is gesmoord. Maar bij deze niet. Daar waar dan het sterven van een kind God in de diepte van die modder tot bezwijkens toe oprijst, daar wordt de roep sterker, maar waar is ze naartoe? Ze is niet tot de een of ze is niet tot de ander. Maar wat is het toch wat u verwacht? Oh, dat is de Heere zelf. Weet je wat daar wordt gezegd? Wanneer er het smeken is, dan is dat een hogere trap. Ik weet niet of u uw leven kan nagaan. En we zouden het uit de psalmen wel terug kunnen zoeken en vinden ook. Wat toch de stem zijn de smeking is. Wanneer je over deze wereld gaat en je hebt een mens voor je die andere talen spreekt. Of andere delen der wereld zijn overgekomen. En je ziet dat hij verdriet. Dan hoef je niet te vragen wat er is als de tranen over zijn wangen heen gaan. Je ziet, die man weent, daar heb je geenzelfde verklaring voor nodig. En wanneer je dan zo'n klein kind, het zei je, of die blank, of dat hij rood, of dat hij bruin, of dat hij zwart is, en je ziet hem daar ween en je hoort de stem van zijn geween, dan hoef je niet te vragen wat er met zo een aan de hand is. Dat hoef je niet te vertalen, dat hebben ze allemaal wel in de gaten. Dat is een stem des geweens. En wanneer je deze parel van die zesde boek psalm hier in de schrift vindt en er is een levend gemaakt volk en hij leest deze psalm, dan is die psalm voor hen niet vreemd. Wanneer zij hier in dit woord lezen wat er aan de hand is, hebben ze opengeslagen, het boek der hoeken. En ze hebben de getuigenis van God te horen. En ze hebben hier het lied Hamalo te zingen, dan hebben ze daar een taal in te horen. Ook al kunnen ze er niet komen, dat het niet vreemd is, de stem van dat geween. Oh, het is er niet vreemd, wat hier is dan opgetekend, al kunnen ze er nu niet bij komen. Maar die stem des geweens in het roepen tot God is sterk. En als ik het zou mogen vertalen naar de talen Kanaan, dan zegt Psalm 6 zegt daarin, o wanneer in de kastijding van zijn hand en in de grimmigheid, dat lijkt als een zwaard waar God hem in doorsteekt. En waar de dood tegemoet is en de dood hem aangrijst en zegt, wie zal u loven in het graf? O, in het graf zal u niet gedacht worden. En dan vanwege alle wederpartijen en oude werktuigen van mijn smart, tezamen mij op een bedstede neerliggen. En waar ik mijn oog door knaagd weet van verdriet. En waar ik de ganse nacht zwemt in mijn tranen. O, waar ze uitgeleend zijn voor God. O, dan is het geen vreemde zaak dat er een stem des geweest is. Wanneer hij zegt, o, gij hebt mij die stem gehoord. Want die stem der droefheid is tot God geweest. Ik heb eens van een predikant gehoord. Ik wil zijn naam ook nog wel noemen hoor. Het was dominee Moerkerk en hier in Nieuw-Beierland. En toen zaten we eens een keer onder een predikatie en toen zegt hij, joh, hij zegt, als een mens in de wedergeboorte, we hebben het vandaag genoemd, hij zegt hij, dan kun je met zijn tranen wassen. Dat wil niet zeggen, ik heb best wel van mensen gehoord en ik denk ook nog wel die God vrezen, die hebben gezegd, oh, die zeggen dat ze zelf zoveel tranen hebben. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik
denk dat je daar met die tranen nog wel wat kan weten. Oh, dat heeft wel iemand verteld, en ik geloof het ook nog. Maar hij had het nou maar niet gezegd en had het voor mij wat meer indruk gegeven misschien. Hij zegt, en dan ging hij altijd maar op zijn knieën, elke keer had hij weer plassen tranen. Ja, ik weet niet hoe ik een traan moet wenen, om mensen. En ik weet ook niet hoe een traan mij de zonde kan afwissen. Dat hoor je hier van David of van deze dichter ook niet zeggen. Er is geen één traan die één zonde wegweent. Maar geweend wordt er wel. Maar als ik zou zeggen dat, ja, dat ik nou met die tranen moet komen. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik mijn gemoed in beweging kan brengen, mensen. Ik ben zo hard als een spijker. Oh, ik ben zo onverbreekbaar. Ik ben zo onvermurbaar. Dat ken je in elkaar wel in, hè? Oh, tranen genoeg. Genoeg beweging genoeg. En er zal het me wel een schreien gevonden worden, maar wat dat deze tranen in die valleien van ootmoed en in die diepte gevonden, oh, ik zoek er wel eens naar, maar ik vind ze niet. Maar als ze er zijn, dan zijn ze niet te stuiten, want dan worden de straalbuizen worden doorgestoten van God. En dan moet ik zeggen, geen wadij te hechten aan mijn roepen, geen wadij te hechten aan mijn schreeuwen voor God, maar denk erom dat er geschreeuwd wordt. En denk erom dat er geweend wordt. En denk erom dat David het niet voor niks heeft laten zien. Wanneer de Heilige Geest het heeft goed gedacht. Omdat hij in zijn wenen in zijn bed heeft neergelegd. En dat hij in de tegenspoed gewiegd is geworden. En dat hij in de smart en in de verdrukking de meeste wasdom gekregen heeft. O, wat zijn er dan toch zo'n profijtelijke bewegingen geweest bij God vandaan. Waar hij geroepen heeft aan de troon der genade en niet is beschaamd geworden om van God wijsheid te verkrijgen, omdat hij in de wetenschap der heiligen om de vergeving van zijn zonde zou mogen krijgen. En dan zegt hij, het is de Heere tot welke ik roep. Maar, dan zijn wij er menigmaal haast erbij, waar de Heere zich niet haast. Als ik zeg van er is een troon der genade en dat er een kerk is die roept aan de troon der genade door de gebeden, waar de stem niet wordt gesmoord om in de diepe modder van zijn bestaan, waarin hij neerligt, vraagt om de uitkomst, dan zou je zeggen, ja, ik ben ertoe geneven om die er zo uit te halen, dat vind je niet. Wanneer ik deze psalm dan doorlees en wanneer dan de verwachting op het moord is, dan hoor ik wel dat hij wat bekend heeft, maar hij heeft niet gezegd dat hij eruit is. Dat niet. Oh, dat is dan in uren van avond, de avondmaal, of soms te verwachten. Nee, hij zegt, oh, dan ben ik hier dan uitgegaan. En heb ik de vorige keer, in de vorige reis, heb ik avondmaal gehad. En heb ik daar aangezeten en ik ben eraf gekomen zoals ik naar mijn eigen gewaarwording het alleen maar erger gemaakt heb. Want er blijft dat open te staan. Ja, maar dat is toch alleen voor die kinderen Gods. Die hebben er toch wetenschap van. Die zijn toch eens bekeerd en die zijn er toch bij geweest. Oh, daar hoor je mijn dichter helemaal niet over. En denk erom dat hij het weet hoor. Maar als hij dan dat gebed besluit en hij zegt in het gemoed en in de hoop en in de verwachting dat hij het zal doen. En niet alleen voor hem, maar voor het ganse Israël, dan betrekt hij de ganse kerk tezamen in die verwachting. En dan zegt hij niet, het is eruit, maar dan zegt hij, daar ligt het. En dat ziet hij in het geloof. Maar wanneer ik in deze diepte, dan zie ik in deze geloof, in deze diepte, en diepte des geloof, waarin het geloof alleen kan zien, wat nou niemand in die diepte zien kan. Ik heb wel eens gelezen. En dat is niet alleen bij wat ik las, maar ik las het later weer. Dat wanneer er een diepe put is en het is klaarlichte dag en je zit in die put, of het nou diamantmijnen zijn of andere schachten, en je zit in die put, dan zie je daar in die put, terwijl dat die mensen erboven staan, die zien niks aan de hemel, maar die in die put zit, die ziet daar sterren aan de hemel. Die worden van de een niet gezien en van de andere zitten er niet zoveel in die put, maar die in die put zit, die ziet die sterren. En dat zijn de beloften des Heeren voegts. Als ik nou die beloften lees en ik zie hier en ik zit in de put, dan lees ik zoveel beloften en ik kan zeggen, ze zijn allemaal voor mij, dat doet de godsdienst tegenwoordig. Je moet het hele woord geloven en die grijpt alle beloften aan en ze zijn bekeerd. Maar zo gaat het bij Gods volk niet hoor. Nee, die gaat in die put en dan denk je,
Oh, daar heb ik dat wel eens gelezen, heb ik dat wel eens gelezen, maar er valt niks te lezen. Maar in die put, daar vallen de sterren te lezen, daar wordt het woord Gods gelezen. Want de sterren zijn aan de hemel getekend, in de duistere nacht van dat bestaan. Want anders zal ik nooit hopen, zal ik nooit verwachting hebben dat het nog eens licht zal wezen. Voor anderen is het licht en geen duisternis, maar in hetzelfde licht, o, zit ik in die duisternis, want ik zit in de put. En ik sta daar en ik hoop op zijn woord en ik zie naar de opkomst der zon, maar ze is er niet, terwijl het de zon wel schijnt. Christus is er wel en hij is voor al zijn volk goed, maar ik sta overal buiten. O, dat dierbare woord, zijn belofte is er, dat zijn komst genaakt. Wanneer hij zou komen, huppelen op de heuvelen en over de bergen heen. En dat hij achter die traliën verschijnt. En dat hij die muren en die bergen slechten zou. Maar hij heeft dat veld voor zijn aangezicht heen maken. O, dat hij in die vorige kussingen van zijn liefde mij nog eens de genade kwam te geven. Om uit die ruisende kuil opgetrokken te worden. Maar al die ruisende stemmen mij zeggen. O, nu is het met hem gedaan. Nu gaat hij ten onder. Nu zal hij sterven. Nu zal hij wegzinken, hij heeft zich bedrogen voor die eeuwigheid. O, wat een stemmen in die put, maar mijn hart en mijn leven in de roem. O, waarin hij zal God geeft dat het alleen van hem kan wezen. Hij zal verlossen, maar ik lig er nog middenin. Dat kan alleen het geloof doen. Hij weet dat God is barmhartigheid en Christus is die parel en heeft de wetenschap, o, die der heiligen is. Dat hij alleen machtig is om te verlossen, maar hij zit in die put. O, hij weet dat zijn sterkte het is en dat er een deur is, o, die niet besloten wordt met een steen. Zoals Daniel wel een steen over die put heen gezien heeft. O, nee, al zou het zo weten, dan zal het dwars door die steen heen gaan. O, dan zal hij roepen tot die God, want in die deur des hemels, o, daar waar hij tegenwoordig is, daar in die deur van het woord, waar ik in lees, maar hij is gesloten met zeven zegelen. O, zo zal mijn gebed wel krachtig genoeg zijn om buiten die put te roepen. Maar ik kan niets van de hemel trekken. Ik kan niets van de hemel halen. Ik kan mezelf niet uit die hel opbrengen. Ik kan mij uit het graf niet doen oprijzen. Daar zal God toe wezen. En waarom? O, dat is alleen in dat bloed. Dat is u gepredikt. Ja, maar dat wist hij toch al. Toen je nog niet in die put zat, toen ging je met de levieten en de scharen, ging je op naar de tempel. Weet je toch, David, Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. O, daar ik feest hield met zijn scharen. O, daar heb ik dan in het dis des verbonds, daar heb ik met de kinderen Gods gezeten. Maar nu zit ik in die put. O, ik heb daar de tempelwachters gezien, ik heb de reinheid van het heiligdom gezien. Ik heb daar de gestalte van de hoge priester gezien. In zijn heerlijk gewaad en in de bediening van het heiligdom. Waarmee hij inging en daar zijn de lofzangen opgerezen. Maar ik zit in de put. O, ik zit in die diepte en ik denk aan mijn leer. Ik heb dat toen al gemeten en de God is dezelfde. Maar hoe zal het ooit keren? Door echt. Daar hoor je ook niet veel meer in. Nee. We gaan er zo door. We gaan zo door naar de hemel. Is die waar hoor? Nee, die hemel die is gesloten. Weet je wat er om de troon God ziet? Ik denk aan Jesaja. Dat is ook zo'n man, hè? Echt kind van God. En dan zegt hij, ik zie de Heere gezeten op een verheven hoge troon. Dat is boven de poort, boven de tempel. Daar waar hij gericht in de sprake van dit zicht wat hij krijgt door de Heilige Geest van God. Waar de majesteitelijke grootheid van hem gezien wordt. Want hij zei, ik heb de koning gezien en God is alleen in Christus te aanschouwen. En dan heeft hij hem gezien en zijn zomen, de zomen zijn kleeds. Die zijn op de aarde, die zijn in die tempel. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En weet je wat er dan staat? Er staat, de serafijnen die omgeven de troon Gods. Die serafijnen, dat zijn de bewakers van de heiligheid. O, nou ga ik ineens verstaan wat je hier ontdekt.
psalmdichter. Je ziet je eigen zonde, je ziet je eigen ongerechtigheid. En nu krijg je daar waar je op ziet tot een Heer, want ik roep tot een Heer, krijg je de Heer, de verbond Jehovah te zien, staat hier met hoofdletter. Daar zit de Heer op zijn troon en dan zie je eigen smetten en dan zie je eigen vlekken en dan zie je eigen zonde. En je ziet daar, zie je de heerlijkheid Gods in zijn reinheid en in zijn heiligheid verheven op zijn troon tot welke ik roep. Maar er is de zonde die scheiding maken tussen God en tussen de ziel. En dan zie ik daar die serafijnen, die zijn de bewakers van zijn heiligheid. Die laten er niemand toe in die hemel. Dat zijn de vuurbrandende engelen. Die laten geen onreine of wat gemeen is in het heiligdom toe. En daarom moet ook van de tafel en de business verbond alle onreinigheid geweerd worden. En ik wil niet zeggen dat je met een gedaante de godzaligheid kan wezen, maar wanneer je lichaam en je leven ervan getuigt dat je met God niets te doen hebben, en wanneer je huis vol met de afgoden hebben, oh, dan heb je hier in het reine, van dat dat voor de kinderen is, niets te doen. Wanneer je bij de kapper zit, en wanneer je de broeken draagt, en wanneer je met kettingjes en met oordelen, met goud voor God verschijnt, oh, het is hem alles walgelijk. O nee, hij wil verschenen worden daar waar je goed vader bent. Hij wil verschenen daar waar je van al deze dingen beroofd bent. En waar je die Christus en Belial gaat dienen. O, waar je dat niet aan de hand houdt, dat je voor God moet loslaten. O, dan zul je zien dat je ziel nooit gesticht kan worden. En dat je ziel nooit met de vettigheid zich kan verlustigen. Wanneer je de beelden van de televisie in je huis hebt. En wanneer je het vermaak van deze wereld zoekt. O, het is als een schandvlek binnen in het heiligdom. Want de huizen, überhuizen, o, uw heiligdom, dat zal heilig gehouden worden. En dat is een sieraad voor God. En het moet het ene wezen, God wijst, of ik moet eruit wijken. O, want ik heb geen mededeelgenootschap aan wat de heilige is. Want de goddeloze zal in de vergadering van de heilige, van de rechtvaardige niet verschijnen. Maar dat zegt de godsdienst niet. Nee, die verschijnen allemaal, maar dat zegt Gods kind. Zij in Putten. In Putten, er heeft veel volks gewoond. Daar gaan in heel Putten, gaan 1200 tot 15 mensen aan het avondmaal. Ik heb van de week gezegd, als dat allemaal kinderen God zijn, dan zou heel Nederland dat weten. Zo'n sprake zal daarvan uitgaan. Als dat allemaal kinderen God zijn. Maar als ik in Putten zie, oh, het kan best wezen dat per geval nog een beetje erop lijkt. Maar het is niet anders dan dat het in Harderwijk is. En het is niet anders dat het in Rotterdam is. Het is daar hetzelfde. En dat wat voor de kinderen is, dat wordt door de niet-kinderen genomen. Terwijl dat de kinderen achterblijven. Dat lezen we hier. Heere, zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie kan dan voor u bestaan? Dat hoor je de godsdienst niet zeggen. Want die hebben bestaan en die lopen heen en die gaan heen en die nemen het deel der kinderen en het wordt hun gepredikt. O, wee leraar. Wanneer ik geef, wanneer het offer, o, wanneer het woord recht gesneden wordt, wat ik geef, wat nou de palen aan de zwijnen gegeven wordt. En waar nou het smaken van die kinderen Gods, o, moet bedeeld worden in hetgeen wat God hun schenkt, aan die anderen zal worden gegeven. En weet je wat hier dan gezegd wordt? O, het is toch zo'n lief woord, ik kan toch zelf daar niet toe doorsteken. Maar o, zo ga je in het recht wil treden, wie kan gadeslaan, dan hoor ik je zaai ook zeggen. En dan beeft het voor de majesteit Gods, wanneer ze roepen, heilig, heilig. Heilig, de driemaal heilige, de verbondsgod, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilig zij u, o, en zeer te prijzen de aangezichten dier engelen. O, die heilige engelen, die bedekken hun aangezicht voor God. O, nu zie ik iets van de ware godsvrezen. Nu zie ik bij een waar kind van God, hoe beseft dat hij van God in zijn leven en in zijn hart gekregen hebt. O, dan hoor ik Jesaja, die profeet, is een roeping en zegt, wee mijne, wee mijne. Ik heb de koning, de Heere, der ganse aarde, heb ik gezien. O, en wie zou kunnen leven, wie zou kunnen bestaan?
O, ik ben een man, ik woon in het midden van een geslacht dat onrein is. En ik heb hier, o, lippen en ik heb een tong die onrein is. O, het is een tong die God zegent en mijn naaste vloekt, die het beeld van God draagt. Ik heb een tong in me dat een hoop hout ontsteekt. Ik heb een tong, o, die het hele lichaam besmet. Ik heb een tong die alles bespreekt, behalve wat goed is. O, ik heb geen taal wat te zeggen is, dan gaat er het heiligdom. Want ik ben wereld, ik ben aard, o, ik kan voor God niet bestaan. O, en hij staat of hij valt met zijn eigen Heer, als het nu Belial is of het is Christus. O, ik zal vallen of ik zal staan met mijn eigen Heer. O, wanneer hij de Heer, mijn Heer is, niet is, en wanneer hij de Koning, mijn Koning niet is, en wanneer hij mijn God niet is, en wanneer hij niet mijn zaligmaker en mijn verlosser is, o, dan moet ik vallen met mijn eigen Heer, en dat is die een dienstkerk der zonden is. O, dan moet ik met die Satan, dan moet ik met die Belials vertaalde mensen, kinderen, onbestaan, want wie kan bestaan voor God? Niemand kan bestaan voor God. Daar heeft hij een recht zicht op gekregen. En dat is de toon die de Heer in een dankzegging als deze zou willen hebben. O, ik kan niet voor u bestaan. Wie zou dan voor u bestaan? En daar komt u. O, wie klimt die berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top? Hoe zal die beklimmen? O, wie kan bestaan? En dan gaat die kerk, die gaat terug. Dan gaat het volk, die dan gaat terug. En dan verschijnt die ander en dan komt er een ander. Ik zal voor u bestaan. Dat heeft, en wie dat bekend in een uur van nabetrachting wanneer aan die dis zit. O, ik kan voor u niet bestaan, o God. O, is dat nou de dankzegging? Ja, dat is nou de dankzegging van een ziel die er zelf niet uit kan komen. Ik kan niet voor u bestaan, maar er is er één die kan voor u bestaan. O, dat is die gezegende borst, dat is die rechtvaardige man, dat is die man van smarten, dat is degene die voor uw aangezicht verstoten is. En die kan voor u bestaan, en ik kan voor u niet bestaan. Dat is die man die gekomen is en die van God gezocht is, wanneer hij zocht of er iemand was die voor God kon bestaan en hij vond ze niet. O, want er is niemand die goed doet, er is niemand die rechtvaardig is, en ook niet Gods kinderen, al hebben zij een beginsel der heiligheid, want die in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, en wij hebben maar ten dele gekend, en er is nog zoveel wat ik onderzocht, en zegt, ellendig mens, ik kan niet voor u bestaan, o, dichter, wie is dan? O, daar had toch ons niet aan gedacht. Want die was zo ingenomen met zichzelf. Je moet het geloof belijden. Je moet Christus belijden. Je moet gaan en je wordt ertoe bewogen. En je krijgt de dienstknechten van onze tijd mee. O, je moet hem niet verloochenen. En gronden worden niet onderzocht. De belijdenis, een uitwendige belijdenis, enigszins godsdienstigheid en net en zedelijk leven en een ethische gedachte, dat is genoeg. U bent een deugdzame man. U bent een deugdzame vrouw. En dat je dan in met de krullen bij de kapper zit, dat geeft niet. Want er is wel één die het goed maken zal. Ja, grote vergissing hoor. Grote vergissing. Luister dan naar de kerk. O, waar God in zijn rechten is en rechtvaardigheid. En je zoekt die rechtvaardig is en die bestaat. Wat het God gekost heeft, o zielen, om die kerk te zaligen. Dacht je dan dat die ene zonde, o die al toornen in zijn lichaam geweest is. Die ene zonde waarmee je Christus kruisigt. En waar ik dan de rietstaf mee opneemt om hem smaadheid te aanraken. Van God, maar ook van mijn ziel verdragen kan worden. Dacht je dat? Dacht je dat in een tere conscientie van een aangedaan gemoed voor Gods aangezicht. Het kan verdragen worden dat ik pronk als een pauw en dat ik in de kleed der nederigheid en ootmoed en vader godsvrezen niet leef. Dat ik dacht dat ik dan voor God, o, zou kunnen zijn wat ik nooit zou kunnen zijn. Nee, want daar heb ik zoveel voor gekost eer dat ik de zonden ongestraft liet. En ik aan Christus gezocht en toen heeft hij één gezocht die voor hem kon bestaan en dat is die borst. En dacht hij dat hij daar in zijn bloed stond en daar is een bloedstorting en daar is een lijden en het is een sterren en door de dood is aangegrepen. En door al die valse engelenmachten duizend
duizenden miljoenen Satans kinderen. O, dat eens honden om hem heen, ja, waar is een vurige pijlen en vlammen zijn ziel bestoot, zijn reine ziel bestoot. O, dat er één zonde van u niet gedood hoeft te worden. En dat één zonde in uw leven zou kunnen bestaan voor God, als autorist en heiligheid hebben als de rijke man. O, ik zou voor eeuwig moeten omkomen, want het is te kort voor de eeuwigheid. Maar in dat bloed en in die verzoening en in die borg en in die zaligmaker is er één die kon bestaan. En God heeft hem gezocht en God heeft hem gevonden toen hij daar over de aarde gekropen heeft. Als de knecht, de leidende knecht des Heren, wiens de dood bevolen is en die de straf moest dragen en die de gerechtigheid moest opbrengen en die de hel moest sluiten en de hemel moest openen. O, nu heb ik het gezien wat u bedoelt en u bekend is. En daarom dat uw verwachting zo sterk is, want mijn hoop is op u. Want wat zal ik bij mij nog hopen, wat zal ik bij mij nog verwachten? Er is niets. En dan ook niets. Dan gaat de heilige rechter van hemel en aarde en dan hoor ik Christus zeggen daar in den hof, indien gij mij zoekt. Zo laat deze heen. Heb je dat genoten, heb je dat gezien? O, er is een bruiloft des lams, er is een maaltijd des Heeren. Daar waar hij nou uit die heerlijkheid verstoken is, die de ganse aarde tot zijn bezitting gehad heeft, die de fonteinen der aarde geschapen heeft enzovoort. Die het brood doet uitspruiten van deze aarde, goede en kwade, o, nog komt te voeten, daar gij het alles hebt ontbeerd. Daar ik arm ben geworden om uwentwil. Daar ik gehongerd heb, o, gehongerd heb naar de eer des Vaders. Daar ik gedorst heb naar de eer des Vaders. Daarom is uw ziel hier vet gemaakt met smeer en met olie en met de reine wijnen des geestes. O, ik heb gehongerd en ik heb gedorst naar die blanke, heerlijke deugden en volmaakte eigenschappen om die te verheerlijken. En Vader, nu zal hij verheerlijkt worden. O, in de Zoon en in de Zoon, het is een erfdeel. O, daar heb ik nou dat erfdeel uit de hand mijn vaders verkregen. En ze waren u en gij hebt ze mij gegeven. En nu heb ik uw eer opgeluisterd. Nu heb ik uw deugden, heb ik verheerlijkt in het midden van die broederen. Want zie, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste enige land. O, en dan heb gij die, o, de staat die borg voor het aangezicht zijn vaders. En dan kijkt hij neer en dan ligt dat erfdeel, die berooide, hoort hij dat kermen. In die diepte, daar zit, dan is hij in de hemel. En dan, daar zijn ze nou in die diepte op deze aarde, daar liggen ze. O, daar kermen ze en dan roepen ze en ze waren. O, ze zijn hier, gij hebt ze mij gegeven. En ze zijn maar tot een bezitting geworden. En ik wil niet dat zij in het verderf nederdalen. O, ik wil niet dat zij van de honger sterven. In de dorst naar de levende God. O, waar hun ziel bezwijkt naar de levende God. En zegt, wanneer zal ik ingaan? En dan is daar die borg en die kijkt naar die diepte vanuit zijn hemels heiligdom. O, is dat dan die diepte? O, dat is die diepte, daar liggen ze. En hij verlangt dat ze bij hem zullen zijn. En hij wil niet dat ze in die put versmoren. Daar is hij nou in die borg van God ingezocht. Dat weet een dichter. O, wat een lieve psalm toch. Wat een dierbare psalm, want in die diepte, daar schittert God de Heer. Op de bergen van Gilboa, daar moet nou geen dauw nog regen zijn. O, daar op die heuvels en op die hoogtes, daar worden de bossen aangebracht, daar wordt gerookt op valse altaren. Maar hier zie ik het altaar van een verbroken en een verslagen hart in die diepte, in die modder waar hij, o, als aan de wand tastend. En wanneer het ene been opbeurt, dan zakt het andere nog veel dieper. En er gaat nog zoveel verder voort. En er is wel een goddelijke hand voor nodig om die smeur uit te halen. Maar het is dan ook de kracht van Gods eeuwige liefde in het bukken van die berg. O, die dan ondergegaan is in de toren God.
maar hoe ooit is opgekomen en waar hij dan die kinderen van die kastijd mij niet in uw grimmigheid en in uw toren. Nee, dat zal hij niet doen, maar er is er een gevonden die onder u door is gebogen en die uit de diepte opbrengt en legt in uw schoot en aan uw hart dat klopt, ja van de liefde God, dat in die stervende zondaar, o in die doodbrakende ziel, o in die geslagen harten, in die gegeestelde kerk, die ontploegde ruggen, o die gesmaakte, gehate Sions volk, is van God gekend en van God bemind. Hij zegt niet, er zal wel vergeving zijn, maar die is er, hier, in die borg die voor u zal bestaan. Dan komt hij voor het aangezicht van de rechter. En dan zegt hij, oh, het vanmorgen het bleef maar liggen, het lag er maar zo onder, kon er ook niet bij komen. En ik dacht, oh, kon ik er nog eens iets van zien, hoor. Die borg. Jezus Christus, de rechtvaardige. En dan hoor ik die getuigen en zeggen ze, het toch niet wat die doen met die man die rechtvaardig is. Dan hoor ik daar bij de rechter 7 keer onschuldig, onschuldig. Maar hij is toch door de rechter gevonden. O, daar had ik moeten wezen. Daar had ik moeten staan. Daar had ik moeten gaan. Daar had ik moeten gekruisigd worden. Daar had ik moeten verzinken. Ik vind geen schuld. Die reine borg. Wie kan voor u bestaan? Daar staat hij. De leeuw van Juda, de sterke held. Als een schaap dat stemmeloos is voor dien die hem scheert, bestaat. Voor de heilige rechter, met zijn zachtmoedige blik, die met zondaren handelt in goedgunstigheid, die de gekrookte rieten niet vertrapt en de rokende vlaswiet niet uitlust, die niet schreeuwt op de straten, bestaat hij. In zijn onnozelheid, de blanke onschuld voor het aangezicht van een heilige rechter. En daar gaat hij als een leeuw. Stemmeloos voor het aangezicht van de scheerders. Wie kan voor u bestaan? Kan niemand voor u. Dat heeft het gekost, mensen. Om uw ziel te zaligen, een andere weg is het niet. En dat door recht en gerechtigheid. Of je moet voor eeuwig omkomen. O, hij heeft voor God ingetreden. Hij kan bestaan. Weet je wat u zegt? Bij u is vergeving. Die. Bij u, ik heb u dan geen vergeving. Heb je dat dan voorheen gehad? Oh, heb je daar dan iets? Oh, het is altijd toch zo dan. Eens bekeerd en altijd bekeerd. Vergeving en vergeving te houden. Oh, vergeef mij mijn zonde die uw hoogheid schonden. We hebben het gezongen. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Zie mijn beteren beven. Bij u is vergeving. Oh, bij de Heer is vergeving en daar is mijn verwachting. En ik hoop op zijn woord dat hij het zeggen zal. Oh, dat ik zie geen zonde meer in Jacob en ik zie geen overtreding meer in Israël. Oh, waar uw zonde als scharlaken, rood als karmozijn. Ik zal ze witter maken dan sneeuw. Oh, dan kan hij zichzelf niet in behelpen. Maar dan zegt hij, bij u is vergeving. En ik hoop op uw woord, want gij zijt het die de zaak voor mij bepleiten kan. U bent de enige die onreinheid, oh, die verdorven smak van ellendigheid, die vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid, zich hebben opgestapeld in mijn ziel. En daarom moet missen en ontberen uw liefelijke aangezicht. En daarom is het zo diep van ellendigheid in mijn leven. O, daarom kan ik niet uitbreken. Daarom kan ik niet zingen van uw goede tierenheid. Maar mijn ziel wacht erop. Meer dan wacht eens op de morgen. Weet je wat hier in deze geloofstaal zit? Er is nog iets in. Hij zal zaligheid met zaligheid vermeerderen. Dat hoorde ik ergens van een apostel. En hij zegt, gij broeders, die van de Heere bemind zijt, en gij zult uw zaligheid met zaligheid vermeerderen, deze kerk. Denk er maar om dat dit een kind van God is, hoor. Echt hoor. Die moet niet zeggen, je moet het niet gaan zeggen van dat is iemand die... Ja, je kunt het wel eruit leren van die 3 stukken, dat is die onherboren. Nee, dit is een herboren ziel. Een kind van God, hoor. En een beproefd kind van God. En het is ook al een oud kind van God.
Denk maar aan Psalm 103, dan is David op zijn oudst. En dan zegt hij terugziende aangaande die vergeving, loof mijn ziel. Mij alle krachten verheft, zij daan, zo groot, zo heilig achter. Nu ook dezelfde stemming, God heilig achter. En dan zingt hij in de diepe verwondering, omdat hij in bezit gekregen heeft wat hier de dichter mist. En dan zegt hij, o die al uw krankheden geneest en uw leven verlost van het verderf en u kroont met goede tierenheid. We hebben het vanmorgen gelezen. O, daar staat die grijzaard. En dan zegt hij, o mij vernieuwt mijn jeugd, dan kun je het zien, als van een arend. En heeft hij als die arend de zoon ten doel, dat is Christus. En zoals hij, o zich in die smart, waarin de weeën van dit leven in donkerheid heerst over deze wereld. Een arend, dat is de enigste vogel die niet schrikt bij het onweten. De arend, dat is de enigste vogel die tegen de zon in kan kijken. Dat is alleen bij de arend en die uw jeugd vernieuwt als eens arend. Want zover gij het, zover het oosten is van het westen. En de hel is van den hemel. O, zover hebt gij mijn overtredingen van mij weggedaan. En dan kan ik als een arend tegen de zon inkijken. Dat heiligdom, o die heerlijkheid, dien God en ik behoef niet te sterven. O, want gij zijt groot van goede tierenheid, van langmoedigheid, van genade en van barmhartigheid. O, en dan wil ik net als deze psalm de hele kerk wel meenemen om te zingen hoe goed God is voor die ziel. O, dan wil hij dat de engelenmacht en dat de ganse aarde zingt van zijn goede tierenheid. O, dan is hij niet in die diepte van die kuil, nee, dan is hij in kracht vernieuwd. En over al die zwakheden, al die narigheden niet meer gezien. Maar dan heeft hij zich vermustigd in God. O, dan wordt zaligheid met zaligheid vermeerderd. O, dan gaat dus die God voor onze zaligheid. En wordt het de toekenning van die zaligheid. Mijn zaligheid met zaligheid vermeerderd. En wat dan? O, wat is er dan te zeggen van uw zaligheid dat u vermeert? Dat het besluit van die wil God geweest is. Dat ik zalig zal worden. Desondanks al mijn vijandschap. Desondanks mijn ongelukkige staat. Desondanks al mijn zonde. Desondanks al de bestrijdingen van Satan. Ik zal zalig worden, want God wil dat ik zalig word. En heeft besloten dat ik zalig zal worden. Want ik heb in die verkiezende liefde. O, heb ik de genieting gekregen. Dat er een God in de hemel geweest is. Terwijl ik hem niet heb gezocht. Dat hij mij heeft gezocht in die diepte. En dat hij die verlorene staat mee heeft opgehaald. Omdat het voornemen van God is. En omdat ik verordineerd ben tot zaligheid. En die verordineerd ben tot zaligheid. Heeft hij van tevoren reeds lang gekend. In de nooit begonnen eeuwigheid. En dan heeft hij die parel gezocht in die diepte. En onderhoudt hij ze, al zijn ze tot hinken en tot zinken elk uur gericht. Zaligheid met zaligheid vermeerderd. Want dan zegt hij, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dan wordt hem zaligheid met zaligheid vermeerderd. En als die te zaligheid worden tot de gelukzaligheid. En als ik sterf, tot de welgelukzaligheid. De hoogste trap mijner zaligheid. Nou kan ik ineens begrijpen en verstaan, och, het is al. Dat die kerk zegt, op uw woord wacht ik, o Heer. Op uw woord, Jeremia, in die kotjes, in die kuil, het aangezicht van God bewolkt. De verdorvenheid van het volk beleefd door de kerk. Ging die zijn eigen erbij instellen, hein? Hey, dat volk had toch zo tegen God gehoereerd. Het volk had gezondigd. Nee, wij hebben God op het hoogst misdaan. En Jeremia zit in de kortjes. En het bloed vloeit over de straten. Het heiligdom wordt in puin geslagen. En de kerk beleeft de schuld. En daar zit hij. En hij roept tot God. En dan zie ik Psalm 40. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. Och, die stappen er niet uit hoor. Nee, ik heb lang den Heere in mijn gedruk verwacht. Denk erom dat het altijd te lang is wanneer God voor die kerk zich verborgen houdt. Dat is altijd te lang. En als die komt, is het altijd te kort. Oh, het heeft altijd maar zo weinig tijd geduurd. Het
is zo genoten en het is zo weer toegesloten. Al zou de maand duren, dan is de maand nog maar heel kort geweest. Maar de tijd houdt op voor de eeuwige God. En als hij weg is, is het altijd te lang. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mij uit die ruisende kuil, uit dat smodderend slijk, het in me opgehaald. Zoals een moeder zich ontfermt over een kind. O, ze heeft hij, zegt Psalm 103, gelijk de vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo heeft hij die lang in mijn druk verwacht. En dan gaat hij niet in doorvloeien en dan zegt hij, komt er wel uit. Nee, het blijft er liggen, het blijft er staan. Ik verwacht, dat zegt hij. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. Ik hoop op zijn woord. Ik zie als een wachter op de morgen. O, wanneer zal die toch verschijnen? Het heeft lang geduurd wachten, wat is er van de nacht? O, de dag is gerezen, de maaltijd is gereed geweest, maar hij is er niet. Alle dingen zijn gereed, maar mijn ziel weent, want hij is er niet. O, wat zal, o, is het nog zo lief dit vertoon? Zonder Christus, wat zal er toch een hemel wezen, zonder die borg? O, wat zou de hel voor mij kunnen zijn? Hij zou nooit een hel kunnen wezen, als Christus er maar is. En dan ben ik in die diepte liever met Christus dan in een hemel zonder God. O, dan is die kerk op zijn plek. En dan is het zo. En dan zegt hij, dat blijft hij niet hoor, maar hij blijft er wel staan. En dan zegt hij, gij hebt mijn voeten op de rotssteen gezet. En mijn gangen vastgemaakt, dat is een godzalig leven. O ja, en een nieuw lied in mijn mond gegeven, daar wacht ik op. En als het zo is, zoals het net in Putten ten voorbeeld genoemd is, en je kunt avondmaal vieren, en er is geen rieken van de vrezen des Heren, en er is geen godzaligheid te betrachten, en je hebt niet een nauw leven, dan geloven we er niks van. En straks zal dat openbaar komen, want hier kan het voor ons verborgen zijn, maar voor God is het niet verborgen, want hij zal het straks publiek openbaar aantonen. Wie de zijne zijn. Dat verwacht ik ook. Het laatste. O, dat het nog zo lang niet meer duren hoeft. Dat Christus wederkomt. O, dat het nog niet zo lang meer hoeft te duren. Dat hij mijn ziel doet rusten in de gewesten der gelukzaligheid. Strijdend volk. Als je maar meer van die diepte had, dan was het niet zo makkelijk meer om hier te wezen. En als je meer van de liefde had, dan zou het de hemel meer trekken vanwege God. Maar ik vrees dat je maar weinig van de liefde hebt en dat je maar weinig ontdekking van zonde hebt, want je kunt hier toch zo gemakkelijk wezen. Het is te vrezen ook nog zelfs dat je je ermee bedriegt, hoewel dat de kerk van zijn plek kan wezen. En dat zij net als de aardeflessen gelijk worden, maar ze zijn het niet. De kerk kan van zijn plek zijn. En maar dan is het zo dat de Heere nog weer eens door de roep van dat woord u uithaalt. Verfoeilijke dwaasheden, verfoeilijke zonden, verfoeilijke ongerechtigheid, verfoeilijke dwaas, dat ben ik. O goede tieren God, dat is hij. O barmhartige God, dat is hij. O vergevende God, dat is hij. O vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid zonden. O lieve borg, kijk nog eens naar mijn hand. O verschijn nog eens blinkende. O toon nog eens uw heerlijkheid. Toon nog eens uw gedaante. Laat mij uw stem nog eens horen. O zeg het nog eens. Ik ben uw heil alleen. Zie, hier ben ik. Hij zal komen. De wolken des hemels. Maar zal het voor u meevallen of niet? Vrees van niet. Zal de toorn van het lam wezen, als je voor deze koning nog niet hebt leren bukken. En wilde dat hij uw koning was, dan is er maar één, en dat is de Satan die over u heersen zal. En hij zal je eeuwig ten spijt doen zijn dat je dit woord gehoord hebt, waarin Christus in de heerlijke lieve gestalte laat zien wie hij voor de kerk is in die diepte. Maar je hebt de dag van de zaligheid en de tijd der aanneming en de wil des welbehagens niet geacht. En dan is de berouwenstijd moeder geworden. Dat is heel dichtbij, mensen. Gods kerk wordt binnengehaald. De afval, die is groot. Je ziet ze per maand, zie je toenemen.
Het breekt door, vlak bij het einde. En je ziel gaat voor eeuwig te verderven, jonge mensen, als je geen nieuw hart krijgt, ook jullie. Want we zijn niet hebben gelezen vanmorgen, mild voor het vlees. God spaart het vlees niet. Daarom moet er een man van 18 jaar ziek zijn. God spaart het vlees niet. O, mijn zonde, mijn zonde, daarom word ik krachteloos. Daarom lig een kind daar dood in dat bedje, zoals dat in Elspeet gebeurt. Uw zonde, 8 maanden reeds oud, even gevoed en moeder 10 minuten weg en het is er niet meer. Daarom dat jongetje van 8 jaar met een groot gezwel in zijn hoofd moet sterven. Kinderen, je moet sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. En als je zo sterft als je geboren bent, is het voor eeuwig kwijt. En ouders, je hebt die kinderen schade toeberoepen. Wanneer je ze voor de wereld en voor de hel komt op te voeden. Dat je ze geen weg, niets in de weg legt voor de zonde. Om ze te geven aan deze wereld en de Moloch te offeren. O, je moet wel een vijand van je kind zijn. Als je niet zegt dat ze bekeerd moeten worden. En wanneer je ze voor een televisie zet. En waar je mee op een voetbalveld laat gaan. En waar je ze de muziek in huis haalt. O, je moet wel een vijand voor je kind zijn. Wanneer je ze zuiver opvoedt. O, het zou je eeuwig in je aangezicht vliegen, je lieve kind. Wanneer het in die diepe put zou wegzinken. Maar je moet zeggen, het is mijn schuld, het is mijn zonde.